Goedemorgen, girls. Oh my god, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Hoogstik. Voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah. En ik ga jullie vandaag lekker meenemen in mijn dag. Ik heb echt heel erg veel dingen die ik moet doen vandaag. Dus ja, ik heb echt een hele strakke planning gemaakt gisteravond. Want anders ga ik deze dag echt niet doorkomen. Zonder al mijn shit te vergeten. Of het uiteindelijk alsnog niet te doen, want ik ken mezelf. Dan vergeet ik waar de prioriteit ligt. En dan ga ik allemaal random dingen doen die eigenlijk helemaal niet per se gebeuren hoeven. Dus dit is mijn planning. En dit zijn nog extra's. Maar ik weet al lang dat ik daar niet aan toe ga komen. Maar ik wist gewoon, als ik het niet ergens opschrijf, dat ik deze dingen alsnog ook ging vergeten. Dus dit is mijn planning voor vandaag. Ja. Ik heb net hier twee puistjes uitgegeven. Dus als jullie dat zien, mijn excuus. Ik kan er nooit van afblijven. En ik wil echt heel graag een keer een goede pimpelpatch. Maar ik weet nooit welke, want ik heb ook geen zin om zomaar iets te kopen met allemaal chemicalen en zo erin. In ieder geval, heel leuk dat je kijkt naar deze video. Ik hoop dat je er zin in hebt. Als dat geval is, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog zou willen doen. En misschien ook bij me abonneren. En dan gaan we lekker beginnen. Ik had mijn werk gezet om 8:30, zodat ik 9 uur slaap zou hebben. Maar mijn lichaam werd al wakker om 8 uur, dus toen ben ik uit mijn bed gegaan. En toen heb ik even een joggingpak aangedaan, want ik had het zo koud. En daarom wilde ik ook mijn bed niet uit, want ik had het echt zo koud. En toen ben ik even naar het toilet gegaan, toen heb ik even een flesje water gepakt. En het is nu 8:50. En ja, laten we beginnen met deze dag. Ik ga eventjes beginnen met een masker in mijn haar doen. Ik ga heel even op mijn planning kijken, want ik weet het eigenlijk al niet eens meer allemaal. Ja, ik ga even een masker in mijn haar doen. Ik heb namelijk echt een super lekker nieuw masker. Ik heb nu dit masker. Dit is voor hair repair of zo. Ja, het is echt top. Want mijn haar is letterlijk... Ja, let niet op hoe vet mijn haar lijkt. Want gisteren had ik mijn haar in een knot naar werk. En dan doe ik zeg maar altijd masker hier in plaats van haarlak. Zodat mijn haar niet zo super beschadigd wordt. Maar... dan doe ik zeg maar altijd gewoon zo'n masker van Garnier. Jasmijn die heeft dus weer een abonnement bij de Basic Fit. Dus we zouden vandaag eigenlijk samen gaan sporten bij de Basic. Alleen, madame wilde per se ineens nader werk. En ik had zoiets van ja, ik vind dat gewoon zo lekker als ik het gehad heb. Plus met Jasmijn weet je nooit zeker. Like, het verbaast me ook niet als ik dan de hele dag op haar zit te wachten. En dat ze dan toch weer zegt van, ja, ik heb meteen gestoten op werk. Dat kan niet of zo, weet je wel. Dat ze ineens gewoon weer afzegt. Dus ik had gewoon zoiets van, oké, we gaan gewoon een andere keer. Dus nu gaan we eens goed, het is vrijdag. En dan ga ik gewoon even in de ochtend een thuisworkout doen. Want ik hou ook gewoon meer van in de ochtend sporten dan in de avond, zeg maar. Want anders heb ik gewoon het gevoel dat ik de hele dag tegenaan zit te hikken van, oh, ik moet vanavond sporten, oh, ik moet vanavond sporten. En dan heb ik daar gewoon echt zo geen zin in. En dan denk ik gewoon van, fuck my life. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker zometeen even zelf een workoutje doen, gewoon op mijn kamer. En dan, ja, is het ook gewoon goed, zeg maar. Want ik moet wel eigenlijk weer iets meer gaan sporten. Maar ik zeg dat echt elke video. Maar dat komt omdat ik vind het zo moeilijk om zeg maar prioriteit te leggen. De tijd dat ik aan het sporten ben, kan ik ook heel veel andere dingen doen. En dan vind ik het gewoon zeg maar zo moeilijk om een gezonde balans te vinden. En prioriteit te leggen van... ja, ik leg gewoon nooit prioriteit bij het sporten. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk. Maar ik doe dat gewoon nooit. Dus vandaag gaan we gewoon even lekker een half uurtje of zo nemen. Ik heb gisteravond even opgezocht welke... workout ik wil doen, zodat ik niet heel veel tijd nodig heb om dat helemaal op te zoeken en zo. Dus dat is chill. En die workout duurt ook letterlijk maar een half uur. Dus dat is ook niet zo lang. Dat kan ik wel missen in mijn dag. In ieder geval, masker zit lekker in mijn haar. Ik ga even lekker mijn bed afhalen. Ik had dus gisteravond, voordat ik ging slapen, even snel mijn kamer een groot deel opgeruimd. Want ik hou er niet van als ik mijn wekelijkse schoonmaak heb. En dat ik dan eerst mijn hele kamer moet opruimen en zo. En dat ik het daarna dan nog moet schoonmaken. Want ik heb daar gewoon geen zin in. Dan duurt het allemaal zo lang. Dus ik had gisteren vast een beetje opgeruimd. Zodat ik het nu straks lekker kan gaan schoonmaken. Ik had nog voor mijn vakantie had ik wat dingen besteld op Shein die ik ga terugsturen. En ik heb de retour al wel aangemeld. Maar ik heb het nog niet zeg maar allemaal goed ingepakt. Alleen, oh, het is zo kut. Ik weet niet of je ooit op Shein hebt besteld. Maar op de zak staat dan een code. En het product moet terug in de goede zak met de code. Het product moet dus terug in de goede zak met de goede code. En ik heb iets van 80 van die zakjes of zo. En nu moet ik dus kijken welke waarin moet. Maar ja, in ieder geval, dat stond
ook om het te doen voor nu. Dus dat ga ik ook maar even doen. Het zijn 4 items. Dus ik ga even op mijn telefoon kijken welke code waarbij hoort. Oh, en dan ga ik dit even uitzoeken. Maar ik heb hier dus echt zo geen zin in. Daarom stel ik het ook echt al zo lang uit. Want ik kwam letterlijk... Wanneer kom ik terug van mijn vakantie dat ik het had kunnen regelen? 30 augustus. En het is vandaag 17 september. Lol. Ik moet het nu echt doen. Anders kan ik ook mijn kamer niet goed opruimen. Dat is letterlijk de enige reden dat ik het nu eigenlijk ga doen. Omdat ik mijn kamer wil schoonmaken. En anders ligt hier zo'n hele bul. Lol. Oké, girls. Het is nu 9:30. En I did it. Dus ik kan ze nu terug doen in de zak. Slim. En dan kan ik nu... Dit... opruimen. En dit zijn trouwens spullen die moeten naar mijn moeder. Maar ik ga vandaag langs mijn moeder. Dus dan kan ik die naar haar toe brengen. What the fuck? Ik dacht dat ik aan het filmen was. Ik was niet eens aan het filmen. Anyways. Het is nu 8:55. Mijn shinepakket is ingepakt. Ik heb het label uitgeprint. En hij is helemaal ready om te versturen. Ik heb alles even in de tas gedaan. Wat ik straks mee moet nemen naar mijn moeder. Zoals ik al zei, liggen hier allemaal dingen die naar beneden moeten. Dus ik heb hier eventjes een tas gepakt. En dan kan ik even alles erin doen. Zodat ik het beneden kan opruimen en in de kar kan doen. Hier liggen ook nog wat dingetjes. En dit zijn allemaal dingen die moeten even naar de badkamer gebracht worden. Dus dat ga ik ook even doen. En voor mijn gevoel duurt deze ochtend gewoon nu alweer te lang. Snap wat ik bedoel? Ik ben letterlijk al bijna een uur wakker. En wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Letterlijk niks. Maar ja, in ieder geval. Laten we dit even in een tas doen. Girls, we have a major big problem. We have a very big problem. Oh my god, ik ben zo dom. Mijn buik begint ineens te grommen gewoon. Ik heb gewoon letterlijk honger. En ik heb nergens in mijn schema tijd gemaakt om te eten. En dat is dus mijn probleem. Ik vergeet altijd als ik druk ben om te eten. En nu heb ik dus honger. Dus... nu denk ik van, oh ja, shit, dan moet ik eigenlijk mijn schema aanpassen. Maar dat is fucking gezeik. In ieder geval. Dat komt gewoon echt omdat ik nog niet een ijskoffie heb gedronken. Normaal als ik zeg maar langer dan een uur wakker ben, heb ik sowieso een ijskoffie op. En dat stilt altijd mijn honger. Als ik gewoon mijn dag begin met een ijskoffie, dan heb ik gewoon super lang even geen trek. Maar ja, in ieder geval. Ik ga even kijken om mij te duwen. Want ik heb die flesjes en zo allemaal naar beneden gebracht. Het is nu tijd dat ik mijn bed ga afhalen. En dan ga ik daarna lekker mijn workout doen. Dus ja. Laten we dat dan maar gaan doen. Nou girls, I hope my legs are ready to burn. Want ik ga deze workout doen van Sydney. Zoals jullie misschien weten van mijn 75 Hard was ik echt obsessed met haar. Dus ik ga vandaag weer een workout van haar doen. Het is natuurlijk weer een leg workout, want... dat is mijn lievelings. En als ik dan toch moet sporten, dan kan ik maar beter doen wat ik het leukst vind. Dus dat ga ik doen. Hij duurt 33 minuten en 36 seconden. Let's get started. Ik heb mijn matje vast klaargelegd. En ik heb even mijn joggingbroek vervangen met... ik wil een sportlegging aan doen, maar ik kan niet vinden. Dus ik heb nu zo'n korte sportlegging aan, zeg maar. Laten we beginnen. Ik ben helemaal ready. Het is ondertussen 9:30. En ik hoefde eigenlijk pas om 10:00 mijn workout te doen. Dus ik loop echt nog steeds een 30 minuten voor op schema. Wat echt chill is. Want hopelijk kan ik dan ergens een 30 minuten vinden om te eten. Ik weet ook al wat ik wil eten. Dus daar hoef ik ook niet meer over na te denken. Dus ik denk dat dat helemaal gaat lukken. Ik gil. Oké, girls. Mijn workout is af. Ik heb zo fucking erg gezweet. Dat is echt een super fijne workout. Als je hem ook wil doen, zou ik het echt aanraden. Want hij was wel zwaar, maar wel leuk. Ligt natuurlijk ook aan hoe zware gewichten je gebruikt. Maar in ieder geval, oh my god. Ik ben letterlijk zo sweaty. Ik ga ook echt helemaal slecht op mijn uitgroei. Maar ja, in ieder geval. Ik ga nu mijn kamer stofzuigen. Ik had daar straks vast mijn stofzuiger naar boven gebracht. Want ik wist natuurlijk dat ik mijn benen ging trainen. En ik haat als je dan blubberbenen hebt en dan moet je de trap oplopen en af. Ik moet zometeen alsnog doen om een sopje te halen. Maar dan had ik in ieder geval vast mijn stofzuiger. Dus ik ga nu even lekker mijn kamer stofzuigen. En... ja, dan zie ik jullie zo meteen als ik ga lappen. Nou girls, ik ben klaar met stofzuigen. Dus het is nu tijd om mijn kamer te lappen en daarna te dweilen. Hey girls, het is 11:45. Volgens mijn planning moest ik een kwartiertje geleden gaan douchen. Maar ik ben natuurlijk al even uit de douche. Ik heb zoals jullie net zagen een fucking lekker ontbijtje gemaakt. Ik wilde dus eigenlijk een ijskoffie maken, maar ik had geen melk. En toen dacht ik, oké, hoe ga ik dit oplossen? En toen dacht ik, ik heb eiwitten nodig. Toen dacht ik combineer gewoon mijn ijskoffie met mijn ontbijt. Dus ik heb 30 gram eiwitpoeder en 1 banaan en 2 kopjes
Espresso koffie erin. Ik heb ook nog even wat ijs in gedaan op het einde. Omdat ik hem iets kouder wilde. Want ik hou echt super van koud drinken. Oh, en nu ga ik mijn make-up doen. En dan zie ik jullie daarna. Maar girls, het is zo lekker. It's giving milkshake als ontbijt. And I'm so down. Oh, het is zo lekker. Zo lekker creamy. 10 out of 10. Ik ga mijn make-up doen en ik zie jullie zo. Nou girls, het is 1:30. Ik ben letterlijk in het midden van mijn make-up doen. Ik heb mijn mascara en mijn wenkbrauwen gedaan. De wasmachine was klaar. Dus ik ga eventjes snel de droger eruit halen. En dan die andere was in de droger doen. Maar wat in de droger zit is eigenlijk gewoon mijn bed. En ik had op mijn to-do-lijstje vandaag nergens opgeschreven dat ik tijd had om mijn bed op te maken. Ik had alleen gedaan in de was doen en afhalen. Maar ik had niet gedaan ook weer opmaken. Dus ik ga dat even snel gelijk gewoon nu meteen doen. En ja, dan ga ik daarna weer verder met mijn make-up. Girls, ik heb vandaag letterlijk al 3 TikToks gemaakt. Ik ben letterlijk zo blij. En ik moet vanmiddag nog eentje maken, maar dan ben ik echt helemaal happy. Ik moet eigenlijk nog wel even foto's maken voor mijn Instagram. En dat was ik aan het doen, maar toen werd ik afgeleid. Ik ga nu naar mijn moeder om die spullen weg te brengen en om wat dingen ook weer op te halen. Dan ga ik naar de Jumbo, dan kom ik thuis, dan kan ik Insta-post doen en dan kan ik koken. Oh, en ik moet ook nog langs de Refon, want ik moet daar dat shine pakket wegbrengen. Dat had ik even niet aan gedacht. Ik dacht dus trouwens ook dat ik veel langer zou doen over die TikTok voor die samenwerking. En dat ging eigenlijk best wel snel, dus dat was echt heel erg fijn. Dus ik loop nu alweer bijna een uur voor op mijn schema. Dus dat is echt super chill. Ik ga dus eventjes nu me omkleden en dan ga ik naar een pakketwinkel om mijn pakketten droppen. Dan ga ik naar mijn moeder om spullen op te halen en weg te brengen. En dan ga ik naar de Jumbo om eten te halen. En dan kan ik daarna die TikTok filmen en een Insta-post doen. Ja, dat is mijn update. Anyways, mijn bed is helemaal uit de was. Helemaal blij mee. Ik had mijn dekens ook nog even, zeg maar, die throwovers, dit. Had ik ook nog even lekker gewassen. Want ik had het echt koud vannacht. Dus ik dacht, oh, dan kan ik die weer lekker op mijn bed doen. Anyways, dat is mijn update. Zie jullie zo. En ik moet ook op de fiets. En ik hou niet van fietsen. En ik weet dat het echt een luxe probleem is. Ik weet het. Ik weet dat ik echt niet mag zeuren. Maar ik duw ook zo lekker al mijn korsten in jullie gezicht. Sorry. Maar ik hou gewoon niet van fietsen. Ik kan er niks aan doen. Oké, ik zie jullie zo. Hey girls. Ik had gisteren mijn druiven op werk niet opgegeten. En ik zag deze net in mijn tas. Dus ik dacht, fuck it. Ik ga dit even snacken. Ik weet niet of het nog lekker is. Ik weet ook niet of dat de bedoeling is. Maar ja, aan de andere kant denk ik boeien. Want die andere druiven die nu nog in de koelkast liggen, zou ik ook gewoon eten. Dus waarom deze dan niet? En deze hoef ik niet te wassen. Het zijn er gewoon een paar. En ik ga ze eten. En dan stap ik op de fiets. En ik ga even mijn waterfles vullen. En dan zie ik jullie zometeen. Nou girls, ik ben weer thuis. Het is 4:50. Ik ben bij de Jumbo geweest. Ik ben bij mijn moeder geweest. En ik heb even samen met mijn moeder de banden van mijn fiets opgepompt. Oh. Ja, dat was echt super nodig. Want hij moet tot en met 3. En mijne waren echt, mijn voor- en mijn achterwand waren onder de 1. Ja. Besef hoe zwaar ik aan het fietsen was. Anyways. Ik ben terug van de Jumbo. Ik heb Romeinse sla. Want ik vind Romeinse sla echt heel lekker in de Caesar salad. Oh, fucking hell, meid. Nee. Ik haat mezelf. Ik wilde zeggen, ik heb geen Caesar salad dressing gehaald. Want dat is niet vegetarisch. En toen besefte ik me, ik heb niet eens gecheckt of dit wel vegetarisch is. Dus ik had net zo goed wel Caesar salad dressing kunnen halen. Fucking hell. Ugh. Er staat mogelijk vegetarisch. Maar er staat niet bij waarom. Soms is het niet duidelijk of een ingrediënt dierlijk is. Soms is het niet duidelijk of een ingrediënt van een gedood dier komt. Jesus Christ. Ook, nou ja, in ieder geval. Ik heb honing mosterd dressing. Want ik wilde dus geen Caesar salad dressing, omdat dat niet vega is. Maar hier staat. Nee, hier staat. Ik weet niet eens. Anyways, ik weet dat mijn vader van avocado houdt. Dus ik heb ook avocado's gehaald. Want ik vind een Caesar salad altijd lekker, maar het is wel een beetje saai. Ik zie nu dat we geen tomaat hebben. Maar we hadden gisteren tomaat gegeten. En ik dacht gewoon, mijn vader heeft niet alles gebruikt. Want ik wist dat hij nieuw heeft gekocht. Maar hij heeft dus wel alles gebruikt. Anyways, ik heb ook een komkommer gehaald. Ik heb voor mijn vader krokante kip. Voor mezelf ligt er als het goed is nog vegetarische in de vriezer. I'm not sure. Maar als het goed is wel. Ik heb
De aardappelgratin waar ik voor ging. Want deze is dus echt super lekker romig. Dus die wilde ik per se van de Jumbo halen. Dan heb ik nog een banaan gehaald. Oep, voor morgen of overmorgen naar mijn werk. Dan heb ik deze en deze. Want ik had een cadeaubon. Had je 3 producten voor 10 euro. Dus dat zijn die. En dan heb ik ook nog deze gehaald. Want dat is dus een bodylotion. Maar ik hou ervan als je jezelf eerst kan wassen met kokos. En daarna kan insmeren met kokos. Dus ik heb zeg maar zo gedaan. Eentje bij mijn moeder en dan eentje bij mijn vader. Dus nu heb ik bij mijn moeder een douchecreme en een bodylotion. En dan heb ik ook bij mijn vader een douchecreme en een bodylotion. En die bodylotion is van Dove. En die douchegel is van de Jumbo. Dus ja, dat is volgens mij alles wat ik heb gehaald. Ik ben echt pissig over die tomaten. En dan denk ik, ja, ga ik nu naar de Albert Heijn om tomaten halen? Heb ik geen zin in. Ga ik aan mijn vader vragen of hij onderweg hierheen tomaten wil halen? Ja, eigenlijk wel. Mensen die mij kennen en die weten hoe dicht ik bij de Albert Heijn woon, die geven mij nu echt een side-eye. Maar weet je, het is gewoon dat ik geen zin heb om er heen te gaan. Het is gewoon die drempel. Maar ja, ik ga even kijken of er dus inderdaad vegetarische kip voor mij in de vriezer ligt. En dan zie ik jullie zo meteen. Ik moet even een TikTok filmen en ik moet foto's maken voor mijn Insta. Dus dat ga ik eerst doen. Nou girls, het eten is bijna klaar. Ik heb er echt super veel zin in. Nou girls, het eten is klaar. We hebben hier aardappelgratin en de Caesar salad-achtige iets. In ieder geval gewoon sla met kip. Super lekker, wij gaan lekker eten. Nou girls, mijn Insta-post staat letterlijk 1 seconde geleden online. What the fuck, het is 7:15 en ik ga nu een serie kijken met mijn vader. Ik ga ook echt stuk, want ik was nog de afwas en zo aan het afwassen. En hij was aan het roken en zei hij van... Ga even die Insta-post van je doen. Dan kunnen we serie kijken. Ik doe het wel. Zei hij, hoe lang ben je daarmee bezig? Ik zo, ik denk 40 minuten of zo. Het heeft uiteindelijk ietsjes langer geduurd dan dat. Maar in ieder geval. Was echt zo van, oké, nou, ik doe het wel. Dus ik had toevallig al op mijn to-do rekening gehouden dat we samen onze serie gingen kijken. Dus ik had geluk. Dus wel het geluk, anders had ik vandaag niet eens tijd voor gehad. Maar ja, het is even lekker tijd om te chillen. Ik heb er mega zin in. Ik kijk nu sinds gisteren met mijn vader de serie The Rookie. En wij vinden het allebei echt mega leuk. Maar ja, we hebben echt pas 2 afleveringen gekeken. Dus wij gaan nu lekker kijken. En ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Ik heb mijn spulletjes meegenomen. Dan heb ik dat vast gedaan. En dan zie ik jullie straks. Girls, ik krijg een mental breakdown. Ik sta hier letterlijk voor mijn bed. En ik wil mijn deken pakken en ik wil gaan slapen. En ik besef me nu dat ik nog was in de wasmachine moet hebben. Dat er nog was in de wasmachine zit. Dus die moet ik nog eruit halen. En nu haat ik mijn leven. Also, als je denkt, Noah, het is 11 uur, wat heb je de hele avond gedaan? Ik heb 2 afleveringen gekeken met mijn vader van onze serie. En dat was echt super leuk. En toen zei hij van, wil je er nog één kijken? Toen had ik zoiets van, ja, ik wil wel heel graag nog één kijken. Want ik was echt lekker aan het chillen en ik vind het echt een leuke serie. Maar ik wilde zo graag, ik ga dus met mijn vader op vakantie. En we wilden eigenlijk in oktober gaan. Maar ik moet dat boeken, omdat het is een cadeautje van mij voor hem. Maar girls, waarom is het zo fucking moeilijk om een fucking vakantie te boeken? Het is zo intens veel moeite. Waar zijn alle hangers? Ah! Zeg maar, omdat ik dus mijn vader cadeau heb gegeven, moet ik natuurlijk ook voor 2 personen betalen. Want ik betaal voor hem, maar ik betaal natuurlijk ook voor mezelf. En dat is natuurlijk waar ik zelf voor heb gekozen. Maar dat is natuurlijk echt super duur. Want een vakantie voor 1 persoon is al duur, laat staan voor 2 personen. En aan de ene kant denk ik dan echt heel erg van, nou, no, boek gewoon, lekker belangrijk. Geld komt wel terug. Dan spaar je een maandje niet. Whatever, boeien, je kan het veroorloven, ga ervoor. En aan de andere kant denk ik, ja, maar als we
in een andere periode gaan, kan ik letterlijk voor de helft van het geld. Vind ik het dan zonde van het geld? Ja, maar dan is misschien het weer minder lekker. En dan ben ik helemaal aan het kijken nu al voor april. Terwijl we wilden eigenlijk in oktober gaan. Maar het is best wel ook met regen en zo. En gewoon struggles. En vooral omdat ik ook nog 100 andere dingen aan mijn hoofd heb. En dingen die ik moet doen. En dan probeer het een beetje tussendoor te doen. En het lukt gewoon niet. En ik heb er al zoveel uur in zitten. En ik word gewoon helemaal gek. Ik moet gewoon een knoop doorhakken van wanneer we gaan. En, maar dat is natuurlijk moeilijk. Want je kan wel zeggen, oh, ik ga, weet ik veel, 5 februari of zo. Maar ja, zijn de vluchten die dag chill? Is een hotel beschikbaar? Zeg maar, is het hotel niet goedkoper op 6 februari? Of op 6 januari, weet je wel. Dus dan, oh, dan blijf je helemaal doorgaan in je hoofd. En ik word gewoon helemaal gek ervan. Dus dat was ik aan het doen. De hele avond verder. Maar ja, in ieder geval, serie kijken was super leuk. En chill. En ik heb bijna alles gedaan wat op mijn to-do-lijst stond. Ik ga zo lekker in bed liggen en dan ga ik lekker. Dan ga ik lekker slapen. Ik moet nog even 1 dingetje bestellen. Want ik ga zaterdag naar een feestje van een vriendin van mij. Ze heeft haar 21 brunch. Dus in plaats van een diner is een brunch. Fucking leuk. En ze had dingetjes gestuurd die ze wel wilde hebben. Dus dat moet ik nog even bestellen. Want dat wilde ik gisteravond doen. Maar toen was er weer niet van gekomen. Dus dat moet ik eigenlijk echt nu doen. Want anders ben ik bang dat het niet tot tijd binnenkomt. Want het is vandaag al dinsdag. Maar ja, ik wil wel over een kwartier aan het slapen zijn. Want ik wil wel 8 uur slapen. En morgen moet ik om 7:15 wakker worden. Want ik moet morgen werken. Dus ja, dat is mijn update. Ik kan niet meer. Ik word gewoon gek. Mijn hoofd is echt gewoon over uren aan het draaien. En dat is die altijd. Maar nu even een beetje extra. En denk van ja, moet ik gewoon het wat makkelijker voor mezelf maken. En denk oké, nou whatever, we gaan wel in april of zo. Want het wordt dan wel echt april. Omdat januari, februari, maart heel veel regen. En ik denk van ja, als ik in de regen wil zitten, kan ik beter gewoon in Nederland blijven, snap je? Dan kan ik beter gewoon een maandje langer wachten. En dan is het wel gewoon lekker weer. En bla bla, chocoladevla. Maar dan denk ik ja, anders wordt het weer te dicht op de zomervakantie. En oh, ik ben over zoveel dingen aan het nadenken. Het is verschrikkelijk. Maar ik weet niet eens meer wat ik wilde zeggen. En aan de andere kant denk ik, meid, ga gewoon lekker in oktober. En boeien dat het allemaal duurder is. Maar ja, ik vind het zo moeilijk om te kiezen. Ik wil ook niet in een fucking skeer hotel zitten of zo. Vooral niet omdat ik het cadeau doe. Like, zeg maar, als ik met mijn ouders op vakantie ging en we zaten in een skeer hotel, dacht ik, ja, oké, boeien. Luxus, ja, ik ga niet mijn vader een skeer hotel cadeau geven of zo. Snap wat ik bedoel? En dan denk ik van, ja, boeien die paar honderd euro extra voor een mooier of luxer hotel. Boeien. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het boeit. Ik vind het zo moeilijk om keuzes te maken. Het is zo irritant. En dan denk ik, tijd is ook geld. En besef hoeveel tijd ik er nu al in heb gestoken. En ik ben nog helemaal nergens. En dan denk ik, ja, dat is ook zonde. Ah, echt gewoon, ik word helemaal gek. Ik snap echt niet hoe mensen dit elk jaar doen, de vakantieboek. Want ik vind het gewoon echt vermoeiend. What the fuck. Maar ja, in ieder geval. Ik had ook trouwens nog wat wit chocoladepepernoot gegeten. Want oh my god, ik ben echt obsessed. Ze zijn zo lekker. Maar ja, in ieder geval ga ik nu even snel het cadeautje bestellen. Ik ben echt zo moe ook. En ik weet al wat ik ga bestellen. Want ze had gewoon een lijst gestuurd. Dus dat ga ik bestellen. En dan ga ik even lekker mijn meditatie moments app aanzetten. En dan ga ik lekker in slaap vallen. En ik heb er helemaal zin in. Maar ja, in ieder geval was dat mijn dag. Ik ga lekker slapen, want morgen moet ik dus werken. En ja, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het was voor mijn gevoel echt een soort van chaos vlog. Ik heb echt geen idee wat ik eigenlijk allemaal heb gefilmd. Ik weet ook niet hoe lang deze video is. Ik hoop dat die een beetje wel lang is. Ik hoop wel boven de 20 minuten, maar ja, we gaan zien. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat het geval was, zou ik het heel erg waarderen als je een duimpje omhoog zou willen doen. En je misschien zelfs op mij wil abonneren. En dan ga ik lekker slapen en dan zie ik jullie hopelijk snel weer in een nieuwe video. Hi girls. Oh my god, girls. Het is nu de volgende dag. En ik heb letterlijk zoveel spierpijn. Ik heb gewoon echt niet genoeg eiwit gegeten gisteren. En ik weet hoe dom dat is. Maar ik dacht niet dat ik zoveel spierpijn zou hebben. Oh my days. Wat is dit ook? Mijn zus haar sokken en mijn zus haar onderbroek. Legt mijn vader bij mij op de kamer. No thank you, sir. Anyways. Oh, maar ik kon letterlijk de trap amper aflopen vanochtend. Lijkt erop gaat wel, maar eraf. Holy Jesus. Ik heb zoveel spierpijn in mijn billen en in mijn kuiten vooral.
Vooral in mijn billen en in mijn kuiten. Like, in mijn bovenbenen ook wel. Maar in verhouding echt een stuk minder. Maar die kuiten en die billen. Girls, ik kan niet meer. Dit doet zoveel pijn. Ik wil gewoon de hele dag als een bolletje in mijn bed liggen. Lopen doet gewoon, alles doet pijn. Het is zo dom dat ik zo weinig eiwit heb gegeten gisteren. Maar ik wist niet dat die workout zo intens was. Oh. Help. Oké, anyways, ik moet even opschieten. Maar ik ga echt gillen. Dit is de grap van de eeuw.